Hey allemaal en welkom bij een nieuw filmpje waar ik jullie mijn opgebruikte producten ga laten zien van de afgelopen tijd. Mijn mandje is vol, niet boordevol, maar wel vol. En laten we eraan beginnen. Als eerste heb ik een Maybelline Lasting Fix Make-up Setting Spray. Dat is deze. Ik vond die heel fijn. Het is een spray die je make-up matteert en ik heb dat eigenlijk niet altijd nodig. Eigenlijk hou ik meer een beetje van de glowy finish, omdat ik vind dat een hele matte huid soms droogtelijntjes laat zien of minpuntjes dat je hebt of droge vlekjes dat je hebt. Dat zet een matte foundation poeder en dan nog een keer een matte finish make-up setting spray durft dat soms wel een beetje in de kijker te zetten. Maar qua werking vond ik hem perfect. Hij liet mijn make-up de hele dag zitten. En dat is het belangrijkste. Dan heb ik van de Action deze Spa Exclusives My Treasure Sea Salt Body Scrub. Ook deze heb ik heel graag gebruikt. Het is echt zo'n zout scrub die eigenlijk redelijk geparfumeerd is. Ik heb geprobeerd heel sterk geparfumeerde producten zoveel mogelijk te mijden, maar soms lukt mij dat niet en gebruik ik wel nog een keer iets die heel sterk geparfumeerd is. Maar deze zoutscrub vond ik geweldig. Jullie weten, ik heb last van eczeem. Zout ontsmet. Het doet in het begin wel heel veel pijn, maar daarna is je eczeem veel, veel minder. Of toch bij mij is dat het geval. Als je deze tegenkomt in de Action, ze hebben nu een andere variant, iets met lotusbloem of zo. Die heb ik in gebruik en vind ik ook heel fijn, net zoals deze. Van Dr. Bronner's, de Patchouli Limit Bio Curper Lotion. Dat is een body lotion van een groen merk, een natuurlijk merk. Er zitten hier geen slechte ingrediënten in. Ik vond die ook heel fijn. Ik moet altijd een beetje wennen aan de geuren van die natuurlijke producten, want dat ruikt niet geparfumeerd, dat ruikt echt natuurlijk. En ook hieraan moest ik wennen. Het is geen extreem voedende body lotion, maar wel heel zacht voor de huid en heel zacht voor een gevoelige huid. Ik vond die heel, heel fijn. Ja, heel fijn product. Dan heb ik van het merk Aunt Jackie's deze Not On My Watch Instant Detangling Therapy Lotion. Dit is goed als je de curly girl methode aanpast. Ik heb daar al een keer een filmpje van gemaakt. Of ik heb dat al vernoemd in mijn haarroutine filmpje. En hierin zit er shea butter en olijfolie. Softens, helps restore moisture balance, eliminates knots en tangles. Ook hiervan was ik heel tevreden. Maar ik merkte dat het voor Amina's haar op den duur niet meer zoveel deed. Dus ben ik overgeschakeld naar iets anders. Maar ik kan die zeker ook aanraden om in een spreidje te doen of gewoon om puur op je haar aan te brengen om er makkelijker door te geraken. Van Water Wipes heb ik deze Water Wipes opgebruikt. Deze zijn de World's Purest Baby Wipes, want deze bevatten 99,9% water en a drop of fruit extract. Ik vind die ook heel, heel fijn, maar zij halen bijvoorbeeld waterproof make-up niet weg. Ik gebruik dat ook niet om make-up van mijn gezicht af te halen, maar ik gebruik dat wel om als ik swatches op mijn handen gedaan heb enzovoort, dan gebruik ik daarvoor wel doekjes of als ik een keer een foutje gemaakt heb of zo, gebruik ik dat wel. Maar die zijn niet voor extreme waterproof eyeliner of zo. Ik heb er 2 van opgemaakt, dus ja, ik ben daar wel tevreden van. Dan heb ik nog van Aunt Jackie's, de Aunt Jackie's Girls lijn, voor de kleinere meisjes, de Soft and Sassy Super Duper Softening Conditioner. En ook deze vond ik super fijn. Voor naturally curly, coily and wavy hair. Ik heb geen krullen. Af en toe heb ik wel een keer slag in mijn haar en ik vond die heel fijn. Enriched with coconut oil, shea butter, extra virgin olive oil en die geur is echt mega lekker. Snoepjesgeur. De crème zelf was lichtblauw. Altijd leuk voor kinderen als er daar een kleurtje aan zit.
En ja, ik vond dat een hele, hele fijne conditioner voor het haar. Dan heb ik van Rein Pharma een skin wash met de geur Ilang Ilang of Ilang Lang. Lekker of dat ze zeggen. En skin washes van Rein Pharma vind ik sowieso fijn. Ik gebruik ze heel graag. Maar deze geur vond ik heel snel tegensteken. Het is een heel bloemige geur, een aparte bloemige geur. En ja, het stak me rap tegen. Maar is een Rein Pharma skin wash in het algemeen vind ik wel heel goed. Dus dat is dit. Dan heb ik een interieurspray. Dat stond eigenlijk bij ons in het toilet. Dat is de Glide Frosted Candy Cane. Totaal niet het seizoen ervoor, ik weet het. Maar tonen van pepermunt en vanilleroom. Ik heb daar geen vanille in gemerkt. Ik heb daar alleen maar pepermunt in gemerkt. En, of in geroken. Ja, hij liet het toilet lekker ruiken, maar ik vond het niet heel speciaal. Dus ik zou deze nu niet per se aanraden. Van Balea, deze schoonheidsgeheimnissen vochtigheidspendendes. Oh, ik kan geen Duits. Kokoswater voor droog haar, vochtigheid en balance zonder siliconen. Ik vond die ook zeker niet slecht. Rook wel heel lekker, heel fris. Ja, ik vond die niet slecht. Dan heb ik van Rituals deze Yogi Flow Indian Rose and Sweet Almond Oil Foaming Shower Gel Sensation. Ook dit vond ik heel, heel lekker ruiken. Het is zo'n schuim, je weet wel, lekker scheerschuim, maar dan een schuim om je te wassen. Dat is 200 ml. Ik heb hier heel lang mee gedaan. Maar je hebt er eigenlijk niet veel van nodig en het ruikt heerlijk en het was niet uitdrogend, dus top. Dan heb ik van, ik weet niet wat dat de naam van het merk is, maar het is de Savon d'Alep met 12% laurierolie in. Dat is voor de droge huid en de intolerante huid, dus huidjes die niet veel kunnen verdragen. Dat is van 99% natuurlijke origine en dat is zeep die, waar dat je misschien al wel al van hebt gehoord, dat wordt gemaakt in Syrië, in de hoofdstad Aleppo. En dat zijn van die groene blokken, ziet er heel oud uit en er staat ook altijd een stempel in. Je hebt dat dus in de blokken, maar je hebt daar ook de vloeibare variant van. En dat is dit, dat bevat laurier, organic laurierolie. Het is een aparte geur, ook een heel aparte textuur. Dat was zo'n beetje papperig, dik papperig. Maar ik vond die heel goed voor de huid. Traditionally made liquid soap treasured in the hammams of Aleppo for soft clean skin, fragrant with the distinctive perfume of laurel. Mild enough for use by the whole family. Particularly suitable for sensitive skins. Ja. Ik vond het een heel fijn product. Dit is de Kiehl's Cucumber Herbal Alcohol Free Toner. Ik heb hem opgebruikt, maar ik vond hem eigenlijk niet zo fijn, omdat hij iets te agressief was voor mijn huid. Telkens nadat ik dit had gebruikt, stond mijn huid heel, heel rood. Dus ik denk dat dat niet echt iets was die matchte met mijn huid. Er staat nog thans op voor all skin types, particularly dry or sensitive skin. Het deed het niet voor mij. Dus. Dan heb ik een Uriage Xemose Crème Visage. Dus de dagcrème voor de zeer droge huid. Very dry skin or prone to atopy. Dus de atopische huid of de zeer droge huid. Vond ik een hele, hele fijne dagcrème. Er zit daar 40 ml in. Ik vind dat echt heel weinig voor de dagcrème. Voor mij mag je dagcrèmes maken waar er minstens 70 ml in zit. Zodat je er toch wel iets langer mee kan doen. Maar bon, in heel veel producten of gezichtsproducten is dat maar 40 ml. Dus de Uriage Xemose Crème Visage, een aanrader. Zit er hier nog in een... Ah nee, dat moet ik niet tonen. Dat is voor in de files. En wat een schijfjesrol van Kruidvat. Ik koop eigenlijk altijd deze. En dan heb ik hier nog een Rein Pharma Fabulous Day and Night
Moist net. Rain Pharma Fabulous Day and Night Moist. Natural skincare for normal to slightly dry skin. Ik vond die heel goed, maar in de avond gebruikte ik die altijd met een druppeltje olie erbij voor nog meer intensere voeding. Maar het product zelf vond ik heel, heel fijn. Ja, Rain Pharma doet het eigenlijk meestal wel voor mij. Dus ja. Deze CeraVe Hydrating Cleanser vond ik heel goed. Heel, heel zacht voor de huid. Dat is te koop bij de apotheek. Hier ben ik echt grote fan van. En ik ga die dan ook in een grote full-size versie aanschaffen. Want dit was maar 20 ml. En daar kan je echt bitter weinig mee doen. Maar echt een topper. En het laatste die ik jullie wil laten tonen, is een potlood van het merk Gouache. Die verzekers al 10 jaar niet meer te koop is in België. Maar ik had er nog altijd een potlood van. Het Truly Brown potlood. Dat is een mat bruin long-lasting potlood. Kan je hier zien. Ik vond hem heel, heel fijn, heel mooi. Perfect voor dagelijkse basis. Maar het probleem is, ik kan hem niet meer slijpen. Geen idee. Misschien is dat omhulsel verhard. Ik weet het niet. Maar ik, ja, kan hem niet meer slijpen. Helaas. Nou, nu nog een keer proberen. Is. Ah, het lukt wel. Maar, nee. Oh, ik kreeg hem bijna niet gedraaid, dus ja, dan doe ik deze weg. Maar ik heb al een vervanger gevonden, een heel goedkope, de Essence Long Lasting Eye Pencil in Hot Chocolate. Is eigenlijk bijna hetzelfde kleur, doet hetzelfde. Ik vind die heel, heel fijn. Het is gewoon dezelfde kleur. De bovenste is die van Gouache en beneden is die van Essence. Dus voor de geld dat dat maar kost, vind ik dat een heel goed product. En net voordat we het filmpje gaan afsluiten, wil ik jullie heel graag nog een keer de mooie henna zien die ik sinds gisteren op mijn hand en een deel op mijn arm heb. Het is vandaag woensdag, dus het filmpje is al een paar dagen geleden opgenomen. Maar morgen, donderdag, of ja, voor jullie een paar dagen terug op donderdag, is het de laatste dag van de Ramadan. En dat is het eitfeest en dat vieren we uitbundig. Dus ik ben al helemaal in de stemming. Helaas kan ik dit jaar niet te zwaar eten of niet te veel dessertjes of zo. Want ik zei het al een keer eerder, ik sukkel met de halproblemen en volgende week vrijdag word ik geopereerd. Ik kijk er echt niet naar uit, maar wat moet, moet. Dus ja, ik hoop gewoon dat alles goed gaat verlopen. Want ik ben immens bang. En echt een scheikluis op dat gebied. Maar bon, alles komt wel goed. En dan zie ik jullie volgende week terug. Ik heb een filmpje ingepland. Dus vrijdag word ik geopereerd. En zondag komt er zoals gewoonlijk altijd een filmpje online. Een filmpje die ik zal inplannen. Voilà, dit was het voor deze keer. Niet zo extreem veel producten. Maar toch wel producten die ik heel graag heb gebruikt. Dan wil ik jullie graag bedanken. Graag liken, abonneren, meldingen inschakelen, een reactie achterlaten. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye!